Als ik zie dat mijn kind in zijn hoofd niet prettig voelt, dan denk ik, het is mijn schuld, want ik heb die kinderen op de wereld gezet. Kinderen vragen hier niet voor. Ik zal me op het eind, tot mijn laatste adem, zal ik me schuldig voelen. Ik heb ze op de wereld gezet. Ik had ergens moeten zeggen stop, maar ik kon het niet. Jonge Marokkaanse criminelen zijn oververtegenwoordigd in de statistieken. We moeten ons beseffen dat er nu een jonge generatie opgroeit met het gevoel dat ze derde rang burger zijn in hun eigen land. Vriend, je moet er eens op tv praten. Is haar leven. Dit is wat ik doe, om te laten zien dat er ook een andere kant is. Dat is waarom ik het doe. Toen de kinderbescherming in huis kwam, dat was mijn redding geweest. Of ze worden allemaal uit huis geplaatst, of je gaat voor je kinderen. Ik heb toen een besluit genomen van, ik stap uit die huwelijk. Het is genoeg geweest. Maar luister, ze is pas 9. Als ze wilt voetballen, laat je haar lekker voetballen in de speeltuin. Ik heb zelfs een afspraak met de politie op vrijwillige basis van jongens. Als jullie iets verkeerd zien, geef het me door alstublieft. Je bent verkocht aan een kerel die 30 jaar ouder is. Pedofielen. Ze zijn allemaal stilletje pedofielen. Iets zegt tegen mij, dit jaar gaat gewoon nieuwe huis. Minder kinderen in huis. Een nieuwe kerel in jullie leven. Mijn leven. Kan je schrijven? Ja? Schrijf het op je buik. Kamer. There's a murdered family. A house. And some food. It really doesn't matter if your kids love you or not. It's not their job to love you.